Het begint laatst. Oké, dit is het gebouw wat in 95 geschonken is door de Evangelische Opdoel. Daar was op de Euromast in Rotterdam een uitzending door Bert van Leven. En ik vind met grote trots wil ik laten zien wat er gepresteerd is nadat alle Hollandse gevers geld hebben geschonken. Bestaat dit jaar 25 jaar. En ik werk voor Zich om Lachen al vanaf het begin. Oké? Wanneer nu? Met grote trots van binnen het gebouw laten zien waar de kinderen opgevangen worden, de zieke kinderen. Maar niet alleen de zieke kinderen, ook de broertjes, de zusjes worden opgevangen. En de ouders worden psychologisch behandeld om te gaan met een ziek kind. En met grote trots wil ik nu het gebouw van binnen laten zien, want dit is een unicum. Hier binnen, als de ouders komen met een ziek kind, melden ze zich hier bij de desk. En zoals u ziet, beneden is een speelruimte voor de zieke kinderen. En hier worden de ouders ontvangen, krijgen ze een gesprek met de dokter. En dan begint het hele proces. Hier is het programma. Hier is de kamer waar de kinderen muziekles krijgen. En dat is voor ieder kind is dat iets heel bijzonders. Er zijn hier enorm veel instrumenten. Er zijn zelfs instrumenten die ik vanuit Holland heb laten komen. En hier is een kamer met een gedempte sound. Dat ze... Hier wordt er een kamer bijgebouwd en hier krijgen de kinderen lessen en er zijn de mooiste instrumenten. Ze hebben 3 muziekleraren en de kinderen kunnen kiezen welk instrument ze hebben willen en ze krijgen hier les en dat is een paradijs voor de kinderen. Het loopt eigenlijk wel zo. Je hebt best wel het stille kort bij je bij, maar zo. Ga je dan even de bestel. Hier is er een originele studio waar de kinderen zelfs een bandje kunnen laten opnemen van de muziek die ze maken. Nou, dat is heel professioneel. En hiernaast hebben al kindertjes les. Die hebben daar pianoles. Maar dit is een geluidsgedempte studio waar de kinderen een plaat kunnen laten maken. Hier wordt een muziekkamer nog aangebouwd, want de kinderen willen allemaal muziekinstrumenten. Hoe ziek ze ook zijn, muziek is altijd iets wat kinderen willen. En die trommels heb ik uit Holland meegenomen. Die zijn geschonken door Hollandse gevers. Dus wanneer je kennisles zou bezetten? Nu pianoles krijgt. Hier krijgt dus een kindje pianoles van een leraar.
דיברנו על אקורדים או לא דיברנו? לא דיברנו. אז תראי, יש שני אפשרויות, להמשיך הלאה ואו ללמוד אקורדים קודם. דבורה, דברי, תגידי שאת עולה למעלה. רגע. Om te beginnen is hier een kamer waar de ouders wekelijks bij elkaar komen en die krijgen begeleiding. De meeste ouders hebben helaas een kind verloren, maar het is een hele hechte groep die wekelijks bij elkaar komt omdat ze weten van elkaar wat ze hebben meegemaakt. Dus het helpt de ouders, omdat ze voelen elkaars verdriet. En hier is dus een psychologische begeleiding voor ouders die een ziek kind hebben of die helaas een kind verloren hebben. Dan hebben we hier hebben we de computer. Oh, dat is Sagor. Donkere kamer, daar worden alle foto's ontwikkeld. Speciaal van de vakanties van de kinderen. Want ieder kind krijgt ook een album ter herinnering aan de vakanties die ze hebben gemaakt in Holland. Of zelfs in Engeland zijn ze een keer geweest. En dit is dus de donkere kamer. Je weet het niet via je kanaal, door je kanaal. Hier is een bibliotheek waar de kinderen hun boeken kunnen uitkiezen. En er is speciaal iemand die ze helpt met het uitzoeken van de boeken. Hallo. Ik ben Nimpa. 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 את לא רוצה? חשבנו לשבת פה לעשות שיעורי בית. את לא רוצה לעשות שנייה את זה אותנו או שאת לא יודעת? בסדר, אין בעיה. חכי, תתחילי מההתחלה, תגידי עוד פעם. Hier is de kamer met de computers. Hier kunnen ze zitten zolang als ze willen. Ieder kind kan werken achter de computer. Dat is toch iets heel bijzonders. Dit gebouw, dit is de trots van Zegelmenachem. Nergens op de hele wereld is er zoiets moois en durven de mensen met van die doodzieke kinderen ook op reis te gaan. Dat heb je over de hele wereld niet. Ze gaan op reis met 5 doktoren, 5 verpleegsters, 140 doodzieke kinderen, met ieder een medisch geschoolde vrijwilliger. Die komen om het jaar naar Holland om even de ziekte te vergeten en om nieuwe krachten op te doen om te vechten tegen die vreselijke ziekte. Deze kamer is speciaal ingericht voor tieners en die is ter nagedachtenis van Nava Appelbaum. Dat was een vrijwilligste die de avond voordat ze ging trouwen bij een aanslag is omgekomen samen met haar vader. Nava Appelbaum en dokter Appelbaum zijn in Café Heleel neergeschoten de avond voordat ze zou gaan trouwen. Ik krijg hier de rillingen in deze kamer. Want dat meisje is een paar keer in Holland geweest.
En we hebben nog een afscheidsavond gemaakt, een soort vrijwilligersavond. En ja, dat kind, ik kan het niet vergeten. En dit is speciaal ingericht voor tieners om hier bij elkaar te komen. En deze kamer is speciaal ter nagedachtenis van Nava Abfaban. Deze kamer, daar ben ik wel heel, heel erg trots op. Want deze bedden zijn geschonken vanuit Holland. Dat zijn elektrische bedden. Dit is de snoezelkamer. Hier kunnen kinderen tot rust komen. Hier kunnen ze naar het aquarium kijken. De meeste spullen die jullie hier zien, komen uit Holland. Maar speciaal de elektrische bedden heb ik kunnen verzorgen vanuit Holland. En daar ben ik wel ontzettend blij en trots dat dat hier zo'n mooie snoezelkamer is geworden. Ook het speelgoed is allemaal uit Holland. Die kleine dingetjes ook aan de muur, komt allemaal uit Holland. Maar speciaal de elektrische bedden, die kunnen ze zelf bedienen. Die gaan omhoog en omlaag. En hier kunnen ze even op adem komen, de kinderen. Dit is toch een prachtige kamer. Ja, daar ben ik wel erg trots op. Overal is aan gedacht en speelgoed om de kinderen het verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken. הנה, תיכנסי ותתחילי לדבר. כן. Dit is de supportgroep. Dit is een speciale kamer waar psychologen de ouders begeleiden die helaas een kind verloren hebben aan die vreselijke ziekte. Of die midden in het ziekteproces zijn. En de ouders hebben ook steun aan elkaar, omdat ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Dus ze komen hier wekelijks bij elkaar. Er worden video's getoond, er komen doktoren met ze praten. Er zijn psychologen die hun begeleiden. En ieder kan met zijn probleem en met zijn ellende hier terecht om zich te uiten en om hun verdriet een beetje te delen met lotgenoten. Een ingerichte supportgroep. Mensen die elkaar ook goed aanvoelen en die elkaar helpen. Ik heb ook twee reizen georganiseerd voor ouders die helaas een kind verloren hadden en die zo graag Holland wilden zien, waar hun kinderen zo genoten hebben. Want de kinderen hebben zo genoten in Holland, dat die ouders wilden graag het land zien en de plaats zien waar die kinderen zo ontzettend genoten hebben. Zo? Gewoon de maat aan Rega, kom maar, de knieën, zeg maar zo. Ja, hier komen de ouders zich melden en er is overal aan gedacht. Bijvoorbeeld een kind in een rolstoel kan meepraten, meeluisteren wat er allemaal gezegd wordt. Dus dat is heel leuk. En hier worden ze officieel ingeschreven en de kinderen die in een rolstoel zitten kunnen meeluisteren met alle gesprekken. Dit is een vriendelijke benadering van zieke kinderen. Dat er overal aan gedacht is. De kleinste details is werkelijk aan gedacht. Hier is een behandelkamer. Dat is voor.
Hier is een kamer waar de kinderen psychologische begeleiding krijgen. Hier kunnen ze hun hart luchten. Hier wordt alles netjes opgeschreven. Maar er zijn overal speelgoedjes om kinderen af te leiden. En hier wordt heel intiem ook met ze gesproken wat hun dwars zit. Dit is een van de behandelkamers. En bijvoorbeeld om de kinderen een beetje af te leiden, hebben ze niet een olifant en daar liggen de kinderen op. Hier is bijvoorbeeld een giraf voor, met een infuus. Om de kinderen een beetje aan het lachen te krijgen, af te leiden. En de kleinste dingen hebben ze aan gedacht. Dus dat bed is gewoon een olifant. תגידי משהו על הארון הזה, יש לך מה להגיד? שיש הרבה, כל הסוגים של התרופות? כן, and dit is gewoon een rijdende giraf met een infuus eraan. Dus daar kunnen ze gewoon meenemen. Alles in de gedachte van een kind. Hier is bijvoorbeeld een bed in de vorm van een hond. Hier worden ze de spieren onderzocht en hier krijgen ze behandelingen. Hier kunnen ze een beetje sport uitoefenen. Daar, jede woche, zitten daar twee. Dit is een kamer waar doktoren behandelingen uitschrijven. En hier komen ook mensen vanuit heel Israël voor een second opinion. Dus bijvoorbeeld een professor Orr, die heel bekend is, en professor Freeman, die de behandelingen doet en de kinderen aanraadt wat wel goed is en wat niet goed is. En hier kunnen ouders ook komen voor een second opinion. Hier kunnen de ouders een beetje ontspannen, hebben gezien dat tijdens zijn ziektebed de gezonde broertjes en zusjes thuis heel veel aandacht tekort kwamen. En toen Menachem overleden is, hebben ze besloten een stichting op te richten die niet alleen de zieke kinderen ontvangt, maar de hele familie eromheen. En dat is zo mooi van deze stichting. Er wordt niet gekeken naar afkomst, naar religie, naar huidskleur. Een kind is ziek en die wordt behandeld. Ook Palestijnse kinderen, ook Arabische kinderen zijn hier welkom en krijgen hier hun behandeling. Hier is ook een plakkaat met een bewijs en een dank aan de evangelische omroep die begonnen is met het geld te verzamelen om dit gebouw te verwezenlijken. En er zijn ook andere namen aan toegevoegd van mensen die zich hebben ingezet en geld hebben geschonken voor dit prachtige gebouw. Hier is een soort terrasje gemaakt met een prachtig uitzicht over Jeruzalem. En hier kan je ook de tuin beneden zien. Om mensen een beetje af te leiden, een beetje gezelligheid te schenken. En
En een typisch Hollands bruggetje, wat ze vanuit Holland hebben meegenomen. En het uitzicht is hier prachtig. Hier zijn levende vissen in de vijver. En hier kunnen mensen ook een beetje tot rust komen, een beetje praten. Ik vind dat Hollandse bruggetje is zo schattig. Met die molen, dat hebben ze echt vanuit Holland meegenomen. אני הבן של אחותה. אני הנכד של אחותה. אולי נכד. כן, נכד. בן של מרגלית. אני הנכד של מרגלית. בן של שולי. הלאה. אתה כל כך גדול. כן, הוא אוכל טוב. כן. גדול אותך. ואתה עובד פה כל יום. אני כל יום שלישי, מתנדב פה כל יום שלישי. אז תבואי, למה? כן, בסדר. בעזרת השם. אם הוא יהיה ילד טוב כל השנה, יש לו סיכוי. אז אם אני אומרת שהוא מותר, אז נלך. אין ברירה. כן, אז אין ברירה. בעזרת השם. רגע, בכלל לא דיברנו כל הזמן. אה? כן, את רוצה להסביר שפה זה הגינה משחקים לילדים, בבוקר יש... אבל יש לך תמונה עם כל הילדים פה, לא? כן, אבל שיש לדבר, אבל שיראו אותך עם זה, זה לא... Hier is een speeltuin voor de kinderen om een beetje te relaxen. En dat is tussen de... Tussen de behandelingen door kunnen de kinderen hier een beetje spelen en relaxen. En... Het is een heerlijke tuin om een beetje afleiding aan te leggen. Ayali, niet. Bij jongens. Shani. Ja, Hier is de grote tuin.
grote spelen. Rijk, zal dat hier? Hier is de hele grote speelhal, waar de kinderen door de vrijwilligers worden bezig gehouden. En ook de zusjes en broertjes van de patiëntjes worden hier urenlang bezig gehouden. Kijk hoe leuk de kinderen spelen daar. Dit is. Ja, ik heb het niet eens meer. Hallo. Dit is mijn grootste trots. Dit is de Hollandse Kamer, de speelkamer, waar al het speelgoed wat jullie hier zien, komt uit Holland. Dit hebben de mensen uit Holland allemaal gedoneerd. Kijk even wat een paradijs voor de kindertjes. Alles, alle houten meubeltjes komen uit Holland. En dat is mijn grote trots. Hallo. Therie. Hier kunnen ze in een mand zitten ze en beneden rijden de treinen. Dan kunnen ze door het glas heen zien. Hier is een doktersafdeling waar de kinderen spelen. En bijvoorbeeld, ze hebben een hele lage deur hier gemaakt, zodat de kleine kinderen hier via zo'n kinderdeur naar binnen komen. Overal is aan gedacht. Hier is de sportzaal, waar de kinderen ook intensief bezig gehouden worden en oefeningen moeten doen. En waar ze allerlei sporten kunnen doen. Ook de ouders van de zieke kinderen, als ze de kinderen brengen, kunnen ondertussen hier hardlopen, allerlei sporten beoefenen om een beetje in conditie te blijven. Dus ook de ouders maken hier gebruik van. Dit zijn allemaal instrumenten die donateurs ook geschonken hebben om zieke kinderen bezig te houden. Dit is psychologisch gezien het beste wat een ziek kind kan hebben. Bezigheid, afleiding, dat is het beste wat een ziek kind kan hebben. Hier is bijvoorbeeld de eetzaal. Daar leren de meisjes koken. De meisjes krijgen hier kookles en ze pakken hier een galletje. En ze worden hier handarbeid krijgen ze. Er is hier een keuken waar tussen de middag ook eten wordt klaargemaakt, waar de mensen kunnen lunchen. Dus. Hi, Manishma. En hier. Wow.
is een theater, een kamer speciaal ingericht voor kinderen die bijvoorbeeld bar mitzwa worden, mogen al hun vriendjes en familie uitnodigen en dan kunnen ze hier hun verjaardag vieren met allerlei verschillende voorstellingen. Dus dit is het theater van het gebouw, waar de kinderen hun verjaardag mogen vieren. Nou, dat is natuurlijk een feest voor de zieke kinderen. Hier hebben kinderen al heel vaak hun verjaardag kunnen vieren. Mogen ze hun broertjes, hun zusjes, hun ouders, de hele familie mogen ze uitnodigen. En zich om een nacht en organiseert voor hun gratis voorstellingen wat zij het leukste vinden. Dus of een goochelaar, of een film, of een toneelstuk. Dit is het theater van het gebouw. Hier is een hoekje waar de kinderen die het willen, kunnen ze een videootje kijken met zitzakken. Hier kunnen ze zich rustig even terugtrekken. De kamer hier is voorlopig ook voor handarbeid, maar boven wordt er een kamer aangebouwd, speciaal voor handarbeid. Maar voorlopig doen ze dat in de eetzaal. En kindertjes, iedere vrijdag bakken ze hun eigen broodjes, hun gallen, om mee naar huis te nemen. Kijk, hier krijgen ze handarbeid. Dat is voorlopig een plekje. Maar boven wordt een hele nieuwe kamer ingericht, speciaal voor handarbeid. Ja, met deze broodpunten. Maat en massie. En dan gaan we nog een haruzin, kadurim. Heel mooi. Dit mij mooi kijk. Hoe is dat maar klimmen? Gaat hij op daar? Dat is goed. Hier bakken de kinderen om mee naar huis te brengen. Dus de kinderen worden hier eigenlijk de hele dag bezig gehouden. Ze krijgen muziekles, handarbeid, van alles. En de ouders worden ook bezig gehouden. En ze krijgen hier een avondmaaltijd. Dus ze komen naar huis, ze kunnen douchen en naar bed. En de hele dag worden ze bezig gehouden. Hier is een speciale keuken waar ze ook een warme maaltijd iedere avond krijgen. Dus ze komen naar huis en ze zijn klaar voor de douche en voor naar bed te gaan. Anglia, Coriomas Hugo, Camino Stetta Nurinkeine. Ik zal komen, kom zijn nog een zaal, kom ik aan de eten. Oké? En dan heb ik. Dabri. Rega, ik ga het gewoon. Nou, zal ik nog een aller rega? Kijk, die gaat er nog even.
לחצתי. לחצת, הוא צריך לעלות. זהו, היא לא יודעת. טוב, תדברי אם יש לך מה להגיד. את יכולה להגיד שזה מעלית שקופה שהילדים יראו את כל ה... פרחתך, דה אוברזיכטלכה ליפט, ואי את הילה גבוהו אוק כאן זין. טוב. Dit is een lift die het hele gebouw kan je zien. Hier de muziekkamer kan je zien. Alle kamers zijn overzichtelijk via de lift ook. We gaan nu naar de kelder. Daar is een hele voorraadmagazijn voor alle spullen die ze nodig hebben op een vakantie. אז בוא נתחיל, אתה בפריים, תדע לך. חכי, שיראו אותך. יופי. Dit is de kamer Technia. Hier hebben ze alle technische spullen die op reis nodig zijn als ze festiviteiten hier in het land organiseren. Deze hele beneden kelder is later aangebouwd. Dit is ongelooflijk wat ze hier gepresteerd hebben. Alles van technisch hebben ze hier opgehaald. Deze kamer, daar hebben ze kisten met voorraden. Voor als ze bijvoorbeeld een tochtje maken, ze hebben ze geen andere firma's nodig. Ze hebben alle equipments die ze nodig hebben hier. Dit is voor eten, dit is om drinken mee te nemen, dit is voor medicijnen. Ze hebben gewoon... Barbecue. Hier is een barbecue. Hier zijn opklaptafels. Er wordt dus werkelijk aan alles gedacht. Vriestassen. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of ze hebben het in voorraad en ze kunnen zo alles pakken. Ga je maar niet zeggen. Kijk, dit is de kamer waar alle medicijnen zijn opgeslagen. Dat zijn de mobiele ziekenhuizen. Ieder dokter heeft zijn voorraad medicijnen. En, oh ja, Rekka. Dit is de kamer waar ze alle medicijnen in voorraad hebben. Dus als er een vakantie begint, hebben ze hier dat gewoon bij elkaar. Alles is opgeslagen. Iedere dokter heeft zijn eigen tas met medicijnen en dit is wat ze onderweg bijvoorbeeld nodig hebben, ook in het vliegtuig, hebben ze hier opgeslagen en hoeven ze alleen maar uit te zoeken. Hier hebben ze bijvoorbeeld voor lucht, hoe heet dat, als je lucht nodig hebt. Het is werkelijk, ze hebben overal aan gedacht. Dit is de kamer speciaal van de doktoren. Ze hebben door de hele magazijn, hebben ze alle foto's van tochtjes en van vakanties en allerlei, alle zieke kinderen hebben ze bij elkaar, alle foto's bewaard en dat wordt hier, je kan hier uren doorbrengen. Hier is een kamer, speciaal met speelgoed, koffertjes, nou ja, je kan het niet, als een kindje jarig is, mag ze hier speelgoed uitzoeken. Ze hebben hier een voorraad, dat is ongelooflijk. Het is een paradijs. Kinderen kunnen gewoon hier voor hun verjaardag cadeautjes uitzoeken.
Ordnung muss sein. Ja. Ze, po, kola agalot, shilatziyud refui. Oh ja, hier zijn de voorraden, de mobiele ziekenhuizen, waar de chemo voor de kinderen in zitten, infuus. Kijk, hier zijn de mobiele ziekenhuizen waar alles in zit. Laboratorium om de bloed te onderzoeken, chemo, infuus. De kinderen wordt gezegd, je hoeft niet naar het ziekenhuis als er iets is. We hebben de doktoren bij ons, we hebben de equipments bij ons. Je hoeft niet naar het ziekenhuis, want we zijn van alles voorzien. En dat is wat de kinderen zo heerlijk vinden. Want ziekenhuizen, dat zien ze genoeg. Ze willen tijdens de vakantie, willen ze helemaal niet aan een ziekenhuis denken. Dus de behandelingen gaan gewoon door. De chemo krijgen ze ook tijdens de vakantie. Maar de doktoren hebben alles bij zich wat ze nodig hebben. Dus de kinderen worden 's ochtends gecheckt, het bloed wordt gecheckt en ze hoeven helemaal geen ziekenhuis of wat dan ook te bezoeken, want ze hebben alles bij zich. Ieder tochtje wat ze maken, ook hier in Israël, nemen ze gewoon uit de voorraad alles mee en ze hoeven nooit naar een ziekenhuis. Dat is toch bijzonders. Dit is de kamer met alle t-shirts die de kinderen onderweg dragen. En ze hebben speciaal een harde kleur genomen, zodat de kinderen, als God bewaar me, niet kwijtraken. Ieder kind heeft een begeleider, een vrijwilliger, die ook deze kleding draagt. Dus ze hebben alles keurig op maat. En de kinderen apart. Alles is hier in voorraad. Dat als ze op reis gaan, hebben ze dat alleen maar te pakken. Een hele grote voorraad ligt hier. Met een kleur die heel opzichtig is. Maar die heel herkenbaar is. Dit is de kleur van Ziggo Menachem. Ook de doktoren dragen deze kleur. Vooral laat jullie dat wel. Hier krijgen de kindertjes judo-les en ook gymnastiek om ze in conditie te brengen. En dat is de judo-leraar. Oké, hoe lang dan nog zo? Nou, zit hier? Oké. Zien we dat lekker leren in de loog, lekker smoken zo, lekker lachen. Deze leraar leidt de kinderen op om ook aan de ouders te laten zien wat voor oefeningen ze doen. Dus de kinderen laten ook eens in de zoveel tijd. Eens in de zoveel tijd hebben ze een voorstelling voor de ouders wat ze allemaal gepresteerd hebben. Kolla korot. Ah. Hoe lang, Amida? Boy, ik ben jou.
אני שלמה. דבורה? דבורה, כן. כבר עושים קידה, זה כבוד. קידה, זה יופי. תודה רבה. תודה. תודה רבה. סימן של חופש. Dit heeft een vrouw geschonken als teken dat de kinderen moeten fietsen en bezig zijn en lebendig zijn. En dat is een prachtig cadeau geworden hier aan de muur. Hier in deze zaal. Hier in deze zaal worden ook voorstellingen gegeven. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Hier worden ook wel eens voorstellingen gegeven. Dan komen de zangers en de kinderen verzamelen zich hier. En dan is hier een optreden voor de kinderen. Dit is ook geschonken door een Nederlandse man die anoniem wil blijven. En dat zijn allemaal vlinders. Symbolisch om de kinderen vrij te laten zijn. Gewoon vliegen en vrolijk zijn. Het is prachtig, heel symbolisch. En bij de opening van dit gebouw hing het hele gebouw vol met vlinders. Dat was iets heel bijzonders, dat vergeet ik mijn leven niet. את יכולה לשיר, אם יש פה גבר. תמשיך. לא, היא לא יכולה לשיר, יש פה גבר. אבל פה, שלא יסיר את הזיכר מלאבן, עוד קצת. לא, כאן. בוא, אתה מפה. תגידי שיש כמה מכוניות כאלה שלוקחים את הילדים כל יום מהבית ומביאים אותם חזרה, שההורים לא יצטרכו לטרוח. Hier is een auto waar de kindertjes mee opgehaald worden en 's avonds weer naar huis gebracht worden. Zodat de ouders een vrij hoofd hebben en weten dat ze in goede handen zijn en ze worden gehaald en gebracht en alles wordt voor ze geregeld. Thank you.
מתאמץ, כאילו. הגיע לאדום, אבל כבר אמרו לי, שרף. עכשיו אסור גולם. לא לצאת, להישאר פה. כן, איך אתה עושה? מי נניח פה?